We zijn hier in Maastricht op de Hoge Weert en we zijn hier op zoek naar mogelijke stoffelijke resten van Danja Groen. Die duikers die zijn bezig geweest naar aanleiding van aanwijzingen van Loet, de paragnost. En die had vorige week een fiets boven water gehaald die in ieder geval veel vergelijkenis vertoonde met de fiets van Danja Groen die in 1993 verdwenen is hier in Maastricht. En aan de hand daarvan is er natuurlijk doorgepakt en gezegd van we zullen nog eens wat verder onderzoek moeten doen. Te meer omdat die meneer ook vertelde dat hij eigenlijk op zoek was naar een vat waar iemand in zou liggen. Dat zou Danja Groen moeten zijn. Het vat werd niet gevonden, maar wel de fiets. En daar heeft men van gezegd van nu zullen we toch nog wat verder onderzoek moeten gaan doen. Dus toen zijn ze verder onderzoek gaan doen en vandaag hebben ze dus een vat of een stuk buis in ieder geval boven water gehaald. En daar zullen ze dus nou ook weer onderzoek in moeten gaan doen of daar mogelijk stoffelijke resten van iemand in zitten. En die buis was vorige week al gelokaliseerd, begrijp ik? Die buis was vorige week al gelokaliseerd, alleen was men toen niet in de omstandigheden om die buis al boven water te halen. En dat is men vandaag dus wel gaan doen. Alleen hadden ze vandaag slecht zicht, dus dat bemoeilijkte de zoektocht. Hebben één boven water gehaald, maar de zekerheid bestaat dat er dus nog een buis is. Dus ik denk dat deze exercitie nog een keer over moet. Wat gebeurt er nou met die buis? Die is in beslag genomen, heb ik begrepen, door de politie. En die zal meegenomen worden en daar zal forensisch onderzoek aan gedaan worden of er mogelijke resten van een persoon in die buis aanwezig zijn. Dus. En hoe ben je nou bij deze locatie gekomen? Nou, die informatie heb ik gewoon via de pers gekregen. En vanmorgen, ik wist dat vandaag gedoken zou gaan worden naar het vat. En toen had ik zoveel adrenaline in mijn bloed dat ik zei van daar moet ik dus zijn, daar moet ik gaan kijken. Dus ik ben er vanmorgen 9:30 ben ik hier rond aan het lopen in de hoop dat er dus, we willen allemaal snel resultaat, in de hoop dat we dus resultaat zouden hebben. Maar we moeten nog even wachten. Van een lucht of van een, waar ze schepen mee lossen of zo, hè? Ja, lijkt het op, of riolering, hè? Ik weet het niet. Ik dacht eerst aan een riolering, maar... Wat er mee aan de hand is. Nee, wij moeten even kijken. Ik weet niet wat jullie allemaal hebben. Er zit één klem op die betreft. Oh, je hebt hem vastgelegd. Nee, ik zou de inhoud gewoon. We hebben hem uitgetakeld, dus het is een probleem met een speciale klem die is van. Die duimpjes hebben al zoveel. Het heeft al genoeg geld gekost. Moet je niet verzinnen. Ja, laat je microfoon niet vallen. Ik kan wel vrij luisteren. Ja, maar je hebt geen zuurstof. Ik ga de stijgen. Ja. Mag je veel voor wat je wil.